In de ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Hengelo zijn fouten gemaakt bij de behandeling van vrouwen met schaamlipkanker. Het gebeurde in de periode tussen 2000 en 2012. In die periode kregen veel meer vrouwen dan gemiddeld de schaamlipkanker terug. De fouten zijn eind 2012 ontdekt, maar pas nu bekendgemaakt. Bij 3 vrouwen die in Enschede behandeld werden, kwam de kanker zelfs zo hevig terug dat ze zijn overleden. Aan het einde van de middag was onze collega Janneke Nijland bij het MST in Enschede. Ik sprak haar en vroeg hoe het nou zo mis heeft kunnen gaan. Ja, volgens het ziekenhuis zijn er fouten gemaakt bij de operatie en bij de nakontrole. De procedure bij de operatie was dat in de meeste gevallen ook de lymfeklieren moesten worden weggehaald. En dat is niet altijd gebeurd. Ook zijn er problemen met de nakontrole geweest. Die nabehandeling was namelijk experimenteel. Maar het schijnt dat ze die patiënten daarover, over de gevaren daarvan, niet helemaal goed hebben ingelicht. Nou schijnt het ook best wel een lastige operatie te zijn, waarvan specialisten zeggen, nou, een arts moet dat heel vaak doen. Een hele lange tijd om er echt goed in te worden. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk, want die zorgverzekeraars die zitten al een hele tijd te pushen dat die zorg zich centraliseert en daardoor dus ook de kennis zich centraliseert. Want het Medisch Spectrum Twente in Enschede is geen academisch ziekenhuis en normaal gesproken wordt deze operatie alleen maar uitgevoerd in academische ziekenhuizen. Het is op zich opvallend hè, dat het nu weer gaat over het MST. MST was al slecht in het nieuws gekomen door de zaak Janssen-Steur. Nu weer problemen waar opnieuw mensen bij zijn overleden. Hoe kan het nou? Ja, dat moet echt pijnlijk zijn voor het ziekenhuis. De bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente heeft daar een persverklaring op print over uit te laten gaan. Daar kan ik een paar kleine stukjes uit voorlezen. Hij zegt bijvoorbeeld van, nou, het was niet het enige wat er niet goed was, die hele Janssen-Steur-zaak in de regio Twente. Er waren al langere tijd veel meer problemen. En Herre Kingma, de oude bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente, die schreef al eens in een memo dat het naleven van regels en het elkaar daarop aanspreken nog niet vanzelfsprekend is in het ziekenhuis. Daarnaast is de inspectie hier ook al eens geweest omdat de regels bij de operatiekamers niet helemaal netjes werden nageleefd. Ja, en over dat naleven van regels en elkaar daarop aanspreken, geldt dat bij deze kwestie ook? Nou, bestuursvoorzitter Leerinke die zegt dat dat eigenlijk niet geldt voor deze gynaecologen. Dat ze niet problematisch gedrag vertoonden en dat ze ook gewoon netjes alle regels naleefden. Dus hij zegt dat gaat in dit geval niet op voor deze gynaecologen. Hoe moet het nu verder, Janneke? Ja, alle patiënten die deze operatie hebben gehad en de nabestaanden die zijn ingelicht over alle problemen die er zijn ontstaan. En ze zijn allemaal doorverwezen naar het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Je hebt nog geen reactie kunnen krijgen van het ziekenhuis, waarom niet? Ja, dat vinden we zelf ook heel erg jammer, want we hadden natuurlijk het liefst het ziekenhuis ook eventjes aan het woord gelaten over deze zaak. Ze hebben ervoor gekozen om alleen maar te reageren in print en de audiovisuele media niet te woord te staan. Bij ons in de studio is letselschadespecialist Ime Drost. Hij staat tot op de dag van vandaag patiënten en nabestaanden van patiënten van Janssen-Steur bij. De voormalig en veroordeeld neuroloog van het MST. Meneer Drost, 3 doden doordat er bij de behandeling fouten zijn gemaakt. Wat die fouten ook zijn, je denkt toch, hebben ze niets geleerd van die affaire Janssen-Steur? Nou, ik denk dat ze wel geleerd hebben van de affaire Janssen-Steur. Want wat we zien, is dat men gewoon openlijk communiceert dat in de ziekenhuizen iets fout is gegaan. En dat is sinds de kwestie Janssen-Steur absoluut winst te noemen. Ja. Is dit dan kenmerkend en opvallend voor het Medisch Spectrum Twente dat ze nu dus eigenlijk een ongelijk toegeven? Je ziet dat ook in de kwestie Janssen-Steur toen met die hersenoperaties men ook openheid betrachtte. Men zegt zelfs op de website dat het nadelige gevolgen heeft gehad voor de patiënten. En dat is opmerkelijk, want in een persverklaring op de website van het ZGT staat dat het geen nadelige gevolgen heeft gehad voor de patiënten. Hoe duidt u dat? Ja, ik merk ook in mijn praktijk dat de openheid bij het MST groter is in zijn algemeenheid dan bij het ZGT om medische fouten toe te geven. Is men misschien bang dat sorry zeggen geld kost?
Dat zou je kunnen veronderstellen, maar in mijn praktijk heb ik de nadrukkelijke ervaring dat als men gewoon als arts open is over het feit dat men een fout heeft gemaakt en sorry zegt, dat het zelden tot een claim komt. Dat het MST dit nu wel doet, wat betekent dat eigenlijk algemeen? In zijn algemeenheid betekent dat we veel meer openheid hebben in de ziekenhuiscultuur die in het verleden heel erg gesloten was. Waarin artsen van oordeel waren dat als wij fouten maken, dat het eigenlijk iets zegt over onze deskundigheid in negatieve zin. En door die openheid, en dat zien we ook natuurlijk onder de patiënten zelf, die graag eerlijkheid van een arts willen. Ja, dat is een absolute winst. Ik denk ook voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Denkt u dat dit het leergeld is van het MST in zaken die zaak Janssen-Steur? Ja, ik denk dat het absoluut leergeld is. Want je zag in de kwestie Janssen-Steur dat mondjesmaat informatie naar buiten kwam. En daardoor kon het zo zijn dat jarenlang de media werd beheerst door de kwestie Janssen-Steur. Als je iets fout doet, geef het direct toe. En dan zul je zien dat ook de media-aandacht snel voorbij is. Dank u wel, meneer Drost, voor uw komst naar de studio.